zonne bloempjes. Ja, dat gaat ze ook wel mooi. Ik heb wel geen bericht uit van Arthur Baks en Jan Verheyen. Die wonen ver weg en kijk nog of lang genoeg was. En minder. Ja, dan ligt hij. Dat is toch tof hier. Magelia die bleef ook zo weer. Ja, maar dan wil weer een inrit maken. Zeg maar, afrit voor inrichtingsverkeer. Kan ze hier wennen. Ik ken de kappen niet, dit is lekker gewoon. Dit is mooi zo. Hoe mooi die zonnebloemen, hè? Ja. Ja, maar zo'n akkerrand maakt niet verschil bij zo'n normale bietenboeren. En dan staat ze in de scheide, hoor. Ja. Van in de schermen. Ja, dat doen die boeren dat zo, hè? Dat ze meer dan als ze er naast op zitten. Een dubbeltje de meter. Een natuurbeheer. Maar je ziet het toch bijna niet in Berkeland, of wel, zo'n mooie akkerrand. Nee, hier horen we toch. Nee, niet zoals hier dit golven trein, dat is. Wat typisch op elkaar net weer treffen moest. Ja, toeval. Er belt niemand op, die was een hond weggelopen. Die neerde. Nou ja. Die vroeg ook een berichtje op plaats. Dan ook wel weer. Hè? Ah, ik ben nog vast zo goed voor dit weer. Ja. Ik ben meer dan journalist, hè? Sociaal werken, maar wat ja. Nou, zoiets. Geluid is dat, hè? Een sissel. Wat bedoel je van jou? Van die graan. Oh, ja. Nou, dan ben ik een beetje doof, hè? Ik weet dat. Oh, dat hoor je niet. Het apparaat heb ik niet. Je moet die schuiven dan voor even nog zetten. Maar daar kom je al langs. Kijk, maar dit is dan een niks stukje neer. Wie zijn die schapen dan? Dit was van Jimmy. O'Hara. Ja, ik moet een beetje de gedachte buur landen. Kom. Journalist met twee boeren verzorgd. Ja, in de Berkel. Ja, hier is gewoon. Oh ja. Ik zit dan hier nog wandelbaar. Ja. Zo, ja, maar dat kan niet mee. Ja, dat vind ik nog jammer. Dan hebben ze zo dicht gedaan. Ja, dat zijn zo'n mooie hekken. Ja, van de traphek, maar die liggen daar niet. Die liggen niet weg. Gaan ze er overal lopen, of niet? Jimmy, ja. Ik heb wel geloof ik gemeen, dus. Kijk maar hier mooi op de melk hier. Oh ja. Man, maar met toeristen hier rondgaan. Een uur op, man. Kerk en nacht erdoor. Genieten in Eibergen. Dat is een paadje zo. Ja, dat is geweldig. Daar zitten er wat te vissen, hè, verderop. Zo wat kunnen we bij eilanden. Oh, er ligt plastic. Ja, dat laten we de dos maar onderling. Nee.
de ouderwetse manier? Ja, ja. Met zeggen met de grasmuziek. Die heeft al ingeperkt. Ja. Dat is dan meer reuzen, hè? Oh, ja. Die grijp, hè? Maar dik toopje opzet. Dik heeft er verstand van, ik weet niet. Hoe kun je dat zien, dat rijpen ze? Oh, ja. Daardheid van de... Of die rijp is, of het is niet zo. En wat gaat er met die granen gebeuren? Gaat naar de molen? Nee, dit wordt gewoon dorst. Geert er weer in. En dan doen we nieuw saai. Oh, dat wordt volgend jaar weer teruggezaaid. Nee. Of meteen al? Met de oogst. Met de oogstdag. Hoi! Met de oogstdag, 19 augustus. En dat komt daar gewoon af van ja? Dat loopt gewoon weer uit? Ja. Oh, oké. Okay. Dit is ook van mooi jaar. Och, mooi ook in oktober zijn. Ja. Ja, nee, maar het is gewoon voor het oog van het Nederlands volk met zijscheppen bedoel en klein zijmachientje ook nog. Dat is wat ik bedoel, hè? Ja, nee, ja. Ja. Vandaar. En deze rogge, er is geen logboek meer, hè? Vandaar dat van ieder product, wij leren van mijn logboek. Oh ja, het zult u wel allemaal weten waar het vandaan komt. Ja, als je maar traceert en die man voedselvergifting kreeg van roggeboer. Maar dat was zeker dat hier van. Maar het is een kam af kunnen met hoorde spuit dus. Ja. Maar dit is niet spuit. Mooi, dankjewel. Ja, graag gedaan. Als je nou nog even. Dit is ook groen bemest, hè? Van 40 uur. Maar er zit nog een aardige oorlog, even nog een mes.